toch bleef altijd wel een beetje de drang richting de blow, omdat er zo in zat. En heb ik toch nog heel wat jaren toch weer af en aan weer met die verslaving geworsteld. Dat er weer periodes bij waren dat ik weer heel veel gebruikte. Dat ik mezelf isoleerde eigenlijk van iedereen. Sloop af van mijn vriendin. Nou, daar was ik mijn deur klaar mee. Die zei ook van, dit kan zo niet langer. Ik ben ooit geboren in UMCG. Als kind zijnde de eerste 3 weken van mijn leven in Vinkhuizen gewoond. Toen naar Bijum gegaan. Toen zijn wij naar Emmen verhuisd. 2 jaar in Emmen gewoond. In een blijfhuis. Vanwege de situatie tussen mijn ouders. Ik meen dat ik een jaar of 6, 7 zal zijn geweest. Ik vermoed dat ik een keertje of 18 ben verhuisd. Op de basisschool dacht ik meer dat het een beetje lag aan mijn jeugd. Die een beetje wild was, om hem zo te benoemen. Uiteindelijk hebben ze daar toch een diagnose gesteld dat het meer was dan alleen een stukje vanuit het verleden. Ik ben gediagnosticeerd met meerdere vormen van autisme eigenlijk. Toen de tijd dacht ik een beetje bij mezelf van ja, jullie denken allemaal dat ik gek ben. Nou, dan kan ik me ook wel zo gaan gedragen. Dus altijd een beetje de grappen maken willen zijn, zodat ik in de belangstelling stond, zodat ik mijn aandacht weer kreeg op die manier. Wat niet altijd op de positieve manier was, maar het zat er wel een beetje in. En daarnaast ook wel situaties thuis, dat ik onhandelbaar was tegenover mijn moeder. Dat ik op een duur ook met drugsproblematiek ben komen te zitten. Dus jarenlang zwaar verslaafd geweest aan wiet. Ik begon elke dag steeds meer en meer te worden. Dat ik op een duur een opgevouwen mannetje was die zichzelf er helemaal in verloor. Die niet meer serieus naar zijn school keek. Die het allemaal wel best vond en dus gewoon de hele dag een beetje op straat aan het hangen was. Dat ik er nu op terugkijk op zo'n manier van dat het toch wel een moeilijke periode in mijn leven was waarin ik langzaam eigenlijk bergafwaarts gleed. Ik had een aantal vrienden, ik was nog niet heel lang bevriend, maar enkele jaren. En dat was op een duur dat zij een keer een sleutel voor mij geleend hadden voor mijn woning toen begeleid wonen. Op zo'n manier van kun je er altijd even inkomen, weet je, dan gewoon gezellig. Maar op een duur dacht ik bij mezelf, het is toch niet zo handig om een sleutel uit te lenen. Heb ik de sleutel die heb ik toen weer teruggevraagd, heb ik teruggekregen. Maar gek genoeg was het toch iedere keer als ik uit school kwam, dat mijn hele huis vol zat met jongens weer. En dat er al een waterpijpje op tafel stond, een drankje was ingeschonken. Nou, in eerste instantie denk je bij jezelf, ze hebben de beste bedoelingen en ik vind het allemaal wel best. Maar ik begon met de jongens samen steeds meer te gebruiken, ook heel veel te drinken. En dan word je eigenlijk gewoon een beetje geleefd. En toen op een duur was het een keer zo met mijn vorige relatie. En toen was ik met oud en nieuw, 2 weken lang was ik bij haar. En toen werd ik na een weekje werd ik gebeld om mijn begeleiding, waarom mijn huis al zootje was. En ik zo van, ik ben vorige week ben ik weggegaan. Heb ik alles keurig opgeruimd, was niks aan de hand. Nou, bleek dus dat die jongens gewoon lekker hebben lopen feesten in mijn huis. Toen had ik zoiets bij mezelf, nou word ik ook gewoon niet meer lekker in het huis. En nou moet er gewoon wat gebeuren. Dus toen heb ik met mijn begeleiding gezegd van, ik ga een stap maken en ik ga hier weg en ik vertrek naar Delfzijl. En ik sluit alle sociale contacten eigenlijk af en ik maak een nieuwe start. Ik kom in Delfzijl, in een stad waar je eigenlijk helemaal niemand kent. Het was eigenlijk heel eenzaam. Toen was het gewoon elke dag wachten tot de coffeeshop open ging. En dat was gewoon naar de coffeeshop toe, wiet halen en de hele dag maar een beetje daar zitten blowen. Ik denk dat het compleet een doorslag eigenlijk is geweest dat ik op een duur vader ben geworden. En toen echt bij mezelf dacht van nou is het toch gewoon tijd dat je echt... echt voor je gezin gaat vechten en echt gaat zorgen dat, dat je een stabiel gezinsleven hebt en niet meer dat blauwe pubertje bent, niet een beetje rapnummertjes opneemt en op die manier leeft, maar gewoon een volwassen leven gaat leiden. En toen heb ik toch wat trajecten gevolgd van andere bijverscholingen in de maatschappij. Heb ik heel erg geleerd wat eigenlijk is om een teamplayer te zijn. Het vertrouwen wat ik in de mensen heb gekregen eigenlijk. Dat is heel lang weg geweest en heel lang durfde ik eigenlijk geen vriendschappen aan te gaan, omdat ik bij mezelf dacht van mensen zijn toch niet te vertrouwen en in die groep heb ik toch gewoon geleerd dat niet iedereen zo is. En is dat voor mij wel weer een hele openbaring geweest eigenlijk. Ik sta nu eigenlijk heel positief in het leven met mijn gezinnetje. En dat heeft me ook gebracht dat ik nog meer opleefde eigenlijk. Nu ook een traject volg door bemiddeling van de UWV bij Terra Next op het suikerterrein. Daar volg de opleiding assistent hovenier. En ik zie er eigenlijk ook een leuke toekomst in wel. En aanstaande maandag heb ik daar zelfs een sollicitatiegesprek bij. Dus allemaal hele positieve stappen. Wat dat betreft heb ik een leuke groei doorgemaakt en ben ik eigenlijk blij met waar ik nu sta. Van eigenlijk is alles in het leven ook een les. En het heeft me veel ellende gebracht, maar het heeft me ook veel wijsheid gebracht.
De Rico Voor, dat was een jongen die iets te veel in het verleden bleef hangen. Iets te veel bezig was met dingen die hij eigenlijk niet toe deden. Weinig verantwoordelijkheid pakte. Zich een beetje afsloot van de wereld. En gewoon eigenlijk niet zo'n heel prettig mens was eigenlijk op die manier. En Rico van nu is gewoon een hele positief in het leven staande vader. Met een leuk gezinnetje, met zijn vrouwtje, woont in de stad. Die echt werkt aan zijn toekomst, een leuke baan wil hebben straks. En gewoon lekker aan de bak wil en er wat voor me wil maken. Dus daar is wel een heel verschil in te merken eigenlijk.